Deze samenvatting is mede mogelijk gemaakt door Brandoil, John en Mina Mode en de Promotion Support Club. Het is zaterdag 29 oktober 2011. Zwart-wit op Sportpark Helbergen vandaag. De Harderwijkers zijn vandaag te gast bij FC Zutphen. In de opstelling van FC Zutphen nog geen Wilco van Os die met het tweede meedeed, maar wel weer in de basis Wouter de Haan. Tommel Bekking staat in de goal en Hans Nijland begint op de bank. De opstelling van trainer Peter van Diermen van Zwart-Wit 63 met de van TOV Baarn overgekomen Roy van der Meijrakker. En ook nieuw Anand Kandai overgekomen van ASVD. Niek Verder is er niet bij vanwege een liesblessure. FC Zutphen aan kop in de eerste klasse D samen met DTS dat op doelsaldo de echte koploper is. Er is een periode te winnen vandaag voor FC Zutphen, maar dan moeten de Oranjeroden wel met grote cijfers winnen. Of DTS moet gelijk spelen of verliezen. Zwart-wit bleek vorig seizoen een lastige tegenstander, die in blessuretijd van de blessuretijd nog de 2-2 scoorde. De bal is rond en het gras is groen, we zullen wel zien. En dan de wedstrijd van vanmiddag, FC Zutphen tegen Zwart-wit 63. Het is een lekker temperatuurtje, een beetje bewolkt, maar heel goed voetbalweer. En hier een goede paas van Sam Keuze op Hakim Issefsavi. Hakim Issefsavi is Niels van der Vente snel af. En Diel Camero met een mogelijkheid, maar die krijgt de bal net iets achter zijn lichaam geplaatst, waardoor hij de bal niet goed mee kon nemen. Ingooi, Vinci Kazela. Lijkt me geen goede ingooi, maar het mag doorgaan. Sam Keuze. Tom de Haan en Mark Bloemendaal. Mark Bloemendaal probeert het met een schot. En dat is heel goed gehouden door keeper Mike Verhoef. Gijs Wasserveld. Jim Keuze. Een goed steekpaardje van Hakim Issefsavi. En Hakim Issefsavi maakt er na 13 minuten al 1-0 van voor FC Zutphen. Een prima aanval via Jim Keuze met een prachtig paasje. Hakim Issefsavi krijgt de bal in één keer onder controle en Patsen gaat in het netje van keeper Mike Verhoef. Prima doelpunt van Hakim Issefsavi. En Edwin van Nijen is daar heel blij mee, want dat was ook de bedoeling. Zo snel mogelijk een doelpunt maken om te kijken of wij wat aan het doelsaldo kunnen doen. Anand Kandai. Anand Kandai kan helemaal aannemen en kan zelf schieten. En ja, de bal die gaat voorlangs het doel van Tommel Bekking. Maar dat was toch de eerste mogelijkheid voor Zwart-Wit in de 16e minuut. Gijs Wasserveld. Wouter de Haan. Weer terug op Gijs Wasserveld. En dan een mooie lange bal. Ja, komt niet over bij Daan Boman, maar wel bij Koen van der Bos. Goeie voorzet. Wordt slecht weggewerkt en daar is Mark Bloemendaal. Maar Mark Bloemendaal die schiet net over het doel van Mike Verhoef. Wouter de Haan. Dion Camero legt even terug op Jim Keuze. En Tom de Haan. Uitstekend paasje van Mark Bloemendaal. Was even sprake van buitenspel misschien, maar dat gaat door. Daan Boman. Oh, Daan Boman. Wat een kans, jongen, om de 2-0 aan te tekenen. Dit soort acties moeten toch een doelpunt opleveren. En hij schaamt zich kapot en probeert zich te verstoppen in het net. Maar ja, er zitten allemaal gaatjes in, dus hij laat zich al gauw weer zien. Dan een vrije trap voor FC Zutphen, voor Mark Bloemendaal. Daan Boman met een kopbal en dan uitstekend gehouden door de keeper van Zwart-Wit, Mike Verhoef. En Zwart-Wit ruimt de bal over, maar dit was ook weer een uitstekende mogelijkheid voor FC Zutphen. En dan de aftrap voor de tweede helft. Bart Moes legt de bal op links. Koen van der Bos erbij en Koen van der Bos maakt een overtreding. Zodat Tom de Haan de bal weer moet inleveren voor een vrije trap. Vrije trap, Zwart-Wit 63. En een goede vrije trap en die komt bij Roy van der Meijrakker. En die raakt tegen de lat, zeg. Jongen, wat een kans voor Zwart-Wit. Kijk eens, wat een schot.
Ja, die had maar eventjes iets lager moeten zijn en dan was deze trainer erg tevreden geweest. Maar helaas voor zwart-wit. Quincy Tazelaar. Tom de Haan. Prima bal op Dion Camero. Neemt hem uitstekend aan. En die zoekt Hagimis op Savi en die kopt. En die kopt net naast zich. Jongen, jongen, dit is toch weer een goede mogelijkheid. Veel kansen voor FC Zutphen. Dan een vrije trap voor zwart-wit. Een hele harde vrije trap. En nog een keer. Roy van der Meijerakker. Maar Tom Becking heeft de bal in tweede instantie goed klem vast. Mark Bloemendaal. Ja, die glijdt uit. En zwart-wit 63 kan overnemen. En de bal die gaat snel van man tot man. Remco van Rijn. Bart Moes. En hier op rechts, Gerro Engelgeer. Remco van Rijn opnieuw. Maar daar is een overtreding van Quincy Tazelaar. Die bestraft wordt met een vrije trap. Remco van Rijn. Goeie vrije trap en heel goed vrijgelopen van Anand Kandai. Hij maakt er 1-1 van. Direct in het begin van de tweede helft was zwart-wit 63 heel gevaarlijk en het resulteert nu in een doelpunt. En Quincy Tazelaar die staat helemaal verkeerd en die laat Anand Kandai helemaal vrij. En Tom Becking kan er natuurlijk helemaal niks meer aan houden aan zo'n schot. Prima doelpunt, Anand Kandai in de 59e minuut. Daan Boorman. Hagimis op Savi. Dion Camero. Maar zijn schot wordt geblokkeerd. Hagimis op Savi opnieuw. En, Dion Camero. Ja, dit zijn toch van die momenten. Daar moet zo'n bal toch recht op het doel af. De uittrap van Mike Verhoef. Wordt onderschept door FC Zutphen. En hier, daar komt Roy van Meijerakker behoorlijk stevig in de rug van Hagimis op Savi. En die kermt het uit. Het ziet er behoorlijk ernstig uit. En scheidsrechter Evelo zag daar geen overtreding in. Althans, hij ondernam verder geen actie. En zorgen natuurlijk bij Edwin van Nijen. Maar hij kreeg al snel te horen van verzorger Dick Heusingveld dat het allemaal meeviel. En Hagimis op Savi kon verder voetballen. Dion Camero. Ja, die verliest hier de bal. Remco van Rijn met een balletje op links op Bart Moes. Bart Moes probeert te plaatsen, maar precies bij Gijs Wasserveld in de voeten. Tom Becking kan opruimen, maar precies bij Bart Moes weer in de voeten. Anand Kandai met de voorzet. Die bal die gaat voorlangs het doel. Hij had beter de bal af kunnen geven aan Harold van Os, die helemaal klaar stond. Maar Quincy Tazelaar en Jim Keuze kunnen opruimen. En dan een vrije trap voor zwart-wit. Remco van Rijn. Met een goede vrije trap. En daar komt Tom Becking fors uit. En komt dan in botsing met Roy van der Meijerakker. En het ziet er ernstig uit. De manier zoals hij viel. En er zal ongetwijfeld verzorging bij moeten komen. Ja, dat zijn altijd van die riskante duels. Zo in het strafschopgebied als de keeper uitkomt en de speler inkomt. Maar Roy van der Meijerakker kon na behandeling weer verder spelen. Dion Camero. Hagimis op Savi neemt goed aan en dan schiet. Maar Hagimis op Savi schiet over het doel van Mike Verhoef. Ja, en zo stapelden de mogelijkheden voor FC Zutphen op. Maar het leidde niet tot doelpunten. Het blijft nog steeds 1-1. Gijs Wasserveld. Rashid Mughalab. Dion Camero. Ja, Dion Camero. Ja, die is niet zo makkelijk van de bal af te zetten. Prima paasje op Rashid Mughalab en Basje. Rashid Mughalab komt daar in de mangel bij Roy van der Meijerakker. En iedereen denkt aan een penalty bij FC Zutphen, maar scheidsrechter Evelo wil daar helemaal niks van weten en laat doorspelen. Sebastian Vallaar in de tweede helft ingevallen. Een uitstekend paasje op Jim Keuze. Goed aangenomen. Jim Keuze schiet, maar hij schiet tegen Niels van der Ven aan. En dat betekent een corner. Ja, dat was een goede mogelijkheid, want Jim Keuze wilde hem in de verre hoek plaatsen, maar dat lukte dus niet. Dan de corner. Rashid Mughalab. Prima corner. Keep laat los en Sebastian Vallaar. Sebastian Vallaar schiet FC Zutphen in de blessuretijd naar een 2-1 voorsprong. Dat komt natuurlijk net op tijd voor FC Zutphen. En er zijn protesten bij zwart-wit 63.
Want de keeper zou in de rug aangevallen zijn. En dat moeten we natuurlijk zien in de herhaling. Hier de corner. Dion Camara komt in en de keeper komt in. En het lijkt inderdaad alsof er contact is tussen Dion Camara en de keeper. Maar we zullen het iets uitvergroten en iets langzamer afspelen. Dion Camara springt op, maar zo te zien geen contact met de keeper. En achteraf zou Dion Camara zeggen dat de keeper op zijn voet had gestaan. En wellicht is de keeper daardoor in onbalans geraakt. Maar neemt niet weg dat Sebastian Vallard in blessuretijd een prima doelpunt maakt voor FC Zutphen. En trainer Peter van Diermen baalt natuurlijk als een stekker dat hij geen puntje mee kan nemen aan huis. En hier nog in de slotminuten een mogelijkheid voor Aldo Joachim. Maar die bal die wordt goed gekeerd door Gerro Engelgeer. En tegelijkertijd fluit scheidsrechter Evelo voor het einde van de wedstrijd. En zijn ze natuurlijk bij FC Zutphen erg tevreden met de overwinning die ver in blessuretijd werd binnengehaald. Een spannend slot waar zwart-wit de dupe van werd. En keeper Mike Verhoef doet nogmaals zijn beklag bij de scheidsrechter. Maar dat is zinloos. De wedstrijd is gespeeld. Een onoplettendheid van Quincy Tazelaar zorgde nog voor de 1-1. Maar deze man bevrijdde FC Zutphen van een gelijkspel. Sebastian Vallard. Hakim Ezefsavi, die het eerste doelpunt maakte, vertelt Mark over zijn kwetsuur aan zijn hoofd. Man of the match werd Tom de Haan. Krijgt een kus en bloemen van Dientelo en een bon van hoofdsponsor Jan Dijkman. De overwinning leverde helaas niet de gewenste eerste periode op, want die ging op doelsaldo naar DTS, dat met 2-1 won van DOS Kampen. Sebastian Vallard, van harte proficiat met deze overwinning. Wat gebeurde er diep in blessuretijd toen we toch nog de onverwachte 2-1 pakten? Ja, we krijgen een corner. Ik ga een keer mee. Ja, die bal is te hoog voor de keeper. Die laat de bal los. Ja, die bal komt voor de voeten. En ja, als het niet nadenken en gewoon schieten, ja, dan gaat hij erin. Dus dat is mooi. Dat hele rare doelpunt vlak voor tijd. Hoe ging dat zo globaal volgens jou? Wij kregen een corner. We kregen een corner mee van de linkerkant. Die werd voorgegeven. En nou, ik zeg heel eerlijk, de keeper ging op mijn voet staan. Dus ik denk, ik ga op de grond liggen. Maar, dus ik heb niet meegekregen hoe die erin ging. Maar ik heb begrepen dat Sebastian hem heeft gescoord. En ja, hartstikke blij mee natuurlijk. Laatste minuten. Vorig seizoen was het, scoorden we ook in de laatste minuut. En dan kregen we hem toch nog tegen, ook in de allerlaatste minuut. En nu zitten we aan de goede kant. Heerlijk gevoel, dat laatste doelpunt, hè? Ja, dat is fantastisch. Dat je, we zaten op de bank van, het is ongelooflijk dat je 1-1 staat. Hè? De kansen die we de eerste helft krijgen. Ja, goed, en dan schiet Sebastian uit een corner gewoon fantastisch binnen. Dat is een heerlijk gevoel, dat is een ontlading en dat zie je ook bij iedereen. En dat is ook mooi. En zo blijf je ook bij, dus dat is gewoon prettig.